We zijn bezig om een tijdelijke loopbrug te bouwen. De brug die verbindt de F-pier met de terminal tussen de E en de F-pier in. En in het tussengedeelte gaan ze een lounge bouwen. Ja, het is niet wenselijk om passagiers en personeel door een bouwgebied heen te laten lopen. Dus is er gekozen voor een alternatieve route en dat is deze loopbrug geworden. We doen elke avond gedurende 2 weken 1 deel en vandaag hebben we de primeur, want vandaag gaan we het langste deel inhijsen. En die is 42 meter lang. Het is in 2 delen over de openbare weg aangevoerd en in elkaar gezet. En is er geheel op een vrachtwagen geladen en via het landingsterrein hier naartoe gebracht. Half 7 ja. Wil de toren dat transport gereed is. Dat lukt wel. Vrij sharp, ja? Dat lukt wel. Ja, je moet uiteraard rekening houden met het baangebruik. En er is van tevoren een keuze gemaakt hoe we gaan rijden. In een van werd gebruikt door de vliegtuigen en de andere hebben wij gebruikt om een transport over te laten plaatsvinden. Nou, dit deel dat gaat over een randweg heen die gewoon in bedrijf is. Er is een overeenstemming met afhandelaren besloten om vanaf 10 uur vanavond een deel van de randweg af te sluiten. Zodat we veilig dit element in kunnen hijsen. Er komen 2 hele grote kranen die gaan hem oppakken en die hijsen hem in en dan wordt hij gemonteerd. En zo doen we elke avond een deel. Pas weer in één keer.